We gaan de derde gespreksronde in. Het derde gesprek met Connie Palme wordt geïnterviewd door Joep Boerboom. Nou, ik zou zeggen, betreed het podium. We hebben geluid volgens mij. Jij ook? Is goed, het is klaar. Ik heb geluid. Nou, Corny, na twee hardcore biografen gaan we nou met iemand praten die de grenzen van... Die echt geen verstand van heeft. Die nou, zich beweegt op het gebied van de grens van feit en fictie, zou je kunnen zeggen. Maar als ik het goed begrepen heb, ben je wel een biografenliefhebber, biografieënliefhebber. Ja, ik hou heel erg van het lezen van biografieën. Maar dat niet alleen. Eigenlijk speelt de biografie ook een hele grote rol in mijn werk. En dat komt zo. Dat begon eigenlijk allemaal zo. Heel lang geleden. toen ben ik afgestudeerd in de filosofie. Het was in het jaar 1988. Op het onderwerp, in zekere zin op het onderwerp roddel. Dat je door roddel anderen zelfs kon vermoorden. Het ging op de dood van Socrates. En ik ging, Socrates moest zichzelf als het ware vermoorden, omdat er zoveel nare verhalen over hem de ronde deden in Athene. En dat het bestuur van Athene toen dacht, deze man is een gevaar voor ons, voor die beïnvloedde jeugd. En er moet een einde aan komen. Enfin, dat was, eigenlijk is dat ook de essentie van wat een biografie is, van wat het gevaarlijk aan een biografie is. Of überhaupt het gevaarlijk eigenlijk aan spreken, aan praten over iemand anders, dat je zoveel kwaad mee kan uitrichten. Ja. Daar ben ik me altijd erg van bewust geweest, althans daar ben ik op afgestudeerd, dus dan weet je daar iets van. Dat betekent niet dat ik hou enorm van kwaad spreken, dus ik heb dat nooit daardoor minder gedaan, integendeel. Iedereen doet het ook, maar als je zelf beroemd wordt, word je onderwerp van kwaadsprekerij. En dat is heel interessant. Dat is, want je merkt gewoon dat mensen eigenlijk heel graag praten over een ander. En ze beginnen eigenlijk meestal heel goed. Ah, ik ben wel aardig iemand. En dan komt dat hele vette maar. En dan beginnen de gesprekken eigenlijk pas echt leuk te worden. Maar ja, als je er zelf onderwerp van bent, is het echt letterlijk heel gevaarlijk. Ja, en bij de personages die je kiest, dat zijn vaak personen die op de werkelijkheid zijn gebaseerd op zijn minst. Hè? Zeker. Van waar die keuze? Je zou kunnen zeggen van nou, ik zag het allemaal echt helemaal uit mijn duim. Dat is echt een roman waarin je alles uit je verbeelding haalt. Maar jij kiest er bewust voor, denk ik, om ja, maar bestaande kijk, ik personen denk dat te dat maken. Niet bestaat. Ik denk niet dat romans bestaan die volledig uit de verbeelding voortkomen. Ja, sprookjes. Ja. Maar dan nog, hè, als je de levensverhaal leest van Grimm, dan verwerkt hij eigenlijk ook al zijn frustraties in die sprookjes. Dus in zekere zin is schrijven bijna altijd, heeft een hele autobiografische component. Je verwerkt wat je te verwerken hebt, je verwerkt wat je ziet, je verwerkt wat je weet, wat je kent. Hè. Je zag het ook aan wat Aleid Ruins vertelde over Hella Haasse, dat ze bij wijze van spreken dat verschrikkelijke huwelijk nodig had om 30 boeken te kunnen schrijven over slechte huwelijken. Ja, in dat gesprek kwam ook naar voren dat Aleid Ruins zei van nou, het zou niks voor mij zijn om dat te fictionaliseren. Jij doet dat soms wel. Ik doe soms heel veel, ik doe soms een beetje minder. Ja, precies. Nou, daar ben ik benieuwd naar. Hoe maak je die keuze? Als je aan het schrijven bent, wat is dat moment dat je denkt, hey, hier houdt voor mij de werkelijkheid op, of in ieder geval de weergave van zoals het echt gebeurd is, en hier ga ik fictionele elementen toevoegen. Kun je dat eens aan ons vertellen, hoe zo'n proces in jouw hoofd gaat? Ja, dat is... Ik moet eerst iets problematiseren, want... Kijk, feiten, en dat zal ook elke biograaf onderkennen, feiten op zich zijn niets, zijn volkomen oninteressant. Je bent geboren op die en die dag, in dat en dat dorp, dat zegt niets. Je begint pas kleur te geven aan een verhaal, ook aan je eigen verhaal, op het moment dat je gaten invult, op het moment dat je het dorp beschrijft waarin je geboren bent, op het moment dat je
op het moment dat je een aantal karakteristieke personen uit dat dorp beschrijft. Als je over iemand weet, zo heb ik het wel eens aangeduid, als je van iemand weet dat hij gestorven is aan een hartaanval, dat is een feit, kan dat zijn, dan weet je eigenlijk nog niets als je zegt, hij kreeg die hartaanval door een gebroken hart, dan heb je opeens een verhaal. Dan begint niet zozeer de verbeelding, een ander soort werkelijkheid. Kijk, wij schrijvers, wij maken fictie, omdat we het allemaal niet zeker weten. Hmm. Kijk, dus ik heb mijn laatste roman, jij zegt het, want daar duidde je een beetje op, is gebaseerd op echte historische figuren, namelijk Sylvia Plath, de beroemdste Amerikaanse dichter, althans is beroemd geworden na haar dood, zo beroemd. En ze trouwde met een Engelse dichter, Ted Hughes. En het is een van de hele beroemde schrijvershuwelijken, gelukkig mag ik dat wel zeggen, schrijvershuwelijk. Schrijversbiografie vind ik overigens ook zo'n goed woord, topwoord, goed woord hoor. Niks mis mee. Maar een schrijvershuwelijk, die bestaan, dat is het huwelijk tussen twee schrijvers en dichters in dit geval. En er gebeurt, Sylvia Plath pleegt op 30-jarige leeftijd zelfmoord. Dat is het gevolg van een breuk met haar huwelijk. Ze is een 7 jaar getrouwd met Ted Hughes. Ze is dol op die man. Ze is dolgelukkig met die man. Ze hebben 2 kinderen. Hun oudste dochtertje is net 3. Hun zoontje is net geboren. Die is 1 jaar. En ze pleegt zelfmoord. Je had toen nog gasovens. Het was Engeland. Heel koude winter. Engeland. Je had nog gasovens. Dus het was een verrukkelijk soort zelfmoord, schijnt het te zijn. Dat je je hoofd in de oven stopt en de gaskraan opendraait. Klein concentratiekampje maak je dan eigenlijk voor jezelf. En het is er gelukt om zelf te worden. Er zijn een aantal zelfmoordenpogingen aan vooraf gegaan. Maar wat gebeurt er? Sylvia Plath wordt eigenlijk na haar dood ongelooflijk beroemd, mede door, en zo werkt de geschiedenis in op een leven, mede door de tweede golf feministen. Die begint ze rond 1970. Zij pleegt zelfmoord in 1963. Dus pas 7 jaar later begint eigenlijk een onvoorstelbare roem. Sylvia Plath, misschien heeft u nog nooit van haar gehoord of wel, maar het is echt de beroemdste. Niemand heeft zoveel biografieën als zij. Ze zijn er meer dan 30. En is die roem na haar dood, is dat dan ook voor jou de aanleiding geweest om haar als onderwerp te kiezen? Wat fascineerde je zo in haar om juist over haar en haar liefde dat boek te schrijven? Haar manvis fascineerde me meer. Ja. Ja, heb ik weer. Maar het is meer de manier waarop Ted Hughes, haar man, beschreven wordt in die talloze biografieën, dat heeft eigenlijk me geprikkeld om die biografie, om mijn roman te schrijven, jij zegt het. Want Ted Hughes was na 7 jaar huwelijk verliefd geworden op een andere vrouw, was van huis bijna min of meer weggelopen, hij wilde die liefde consumeren, deed dat ook. Dus je kreeg het verhaal, man verlaat vrouw en vrouw pleegt zelfmoord. De biografieën gingen deze zelfmoord van Sylvia Plath eigenlijk voortdurend of vaak meestal in de schoenen schuiven van de echtgenoot, van Ted Hughes. Die werd eigenlijk gezien als een moordenaar. Want zij was Amerikaanse, dus hij is een begin, in 1971, toen haar roem zo langzaam op gang kwam, heeft hij nog wel eens geprobeerd om in Amerika op te treden, maar dat werd onmogelijk gemaakt doordat de zaal vol stond met vrouwen die alleen maar spandoeken ophielden met daarop moordenaar. Hij was nog een jonge man, hij was ook net in de 30. Had de zorg voor 2 kleine kinderen, moest de zelfmoord van zijn grote liefde, want Sylvia Plath was een hele grote liefde van hem. Dus hij had een afschuwelijk lot is hem ten deel gevallen, om namelijk 30 jaar lang biografieën te lezen en zichzelf beschreven te zien als de moordenaar van een genie. En jij wilde dat even rechtzetten. Ik wilde het even rechtzetten. Ja. Dat is dan interessant, hè? Want je zou kunnen zeggen, een biograaf die zou dan misschien onderzoek, een soort tegenonderzoek gaan doen om te kijken, want zit er ook een andere kant aan. En je hebt ervoor gekozen eigenlijk om hem een stem te geven
Maar vanuit... Ja, ik had geen zin om een biografie te schrijven, maar dat is natuurlijk niet de reden. Ik ben een romanschrijver, dus ik vond het... Ja, is dat zo? Ik bedoel, is het, wat maakt dan dat je daarvoor kiest? Of is dat een bewuste keuze? Nou, of zou je ook zijn... een objectieve, voor zover het mogelijk is, een objectieve biografie kunnen schrijven? Nee, ik geloof niet in die objectiviteit. Ik geloof niet in dat feiten een waarheid kunnen vertellen. Feiten moeten altijd nog geïnterpreteerd worden. Je ziet het nu, wat die oorlog tegen Oekraïne die Rusland voert. Het eerste wat sneuvelt in de oorlog, zeggen ze altijd, is de waarheid. Je ziet dat dat gebeurt. Dat iets wordt als feit gepresenteerd. En die bestaan niet. Het is alleen maar retoriek. Ja. Maar nogmaals, feiten bestaan natuurlijk wel. Maar feiten zijn oninteressant zonder dat je ze kleurt, zonder dat je ze Het klinkt bijna als een paradox, hè? Dat je zegt bijna van, we hebben dus fictie nodig om bij de waarheid te komen. Terwijl je zou denken, ja, feiten nodig om bij de waarheid te komen en onderzoek. Nou, ik zal het woord waarheid niet zo gauw in de mond nemen. Ik waarachtigheid misschien. Misschien zelfs dat niet. Vind ik misschien ook nog wel een beetje een eng woord. Waarachtig vind ik ook nogal erg CDA. Heb je een beter woord voor ons? Nou, ik ben zelf geneigd om het woord echt vaak te gebruiken. Omdat dat veel ongrijpbaarder is. Als ik zelf zou zeggen, wat is eigenlijk je... De manier waarop je de wereld ingaat, wat is jouw, waar ben je voortdurend mee bezig? Is eigenlijk met gedrag en mensen en mezelf te beoordelen, echt en onecht. Eigenlijk vooral mezelf. Kijk, als Helle Haase zegt, ik kan niet leven en daarom ben ik schrijver geworden, vind ik pathetisch. Ik kan heel goed leven hoor. Ik kan ook heel goed schrijven. Dus het kan ook allebei, maar... Het heeft wel te maken met echt en onecht. Het gevoel voor onechtheid, dat moet je, wat Hemingway de bullshit detector noemde, die moet je goed ontwikkelen als schrijver. Ja, ja. En dus ik zal dat al die woorden waarheid, waarachtigheid, zou ik het liefst opzij schuiven. En dat het over echt en onecht hebben. En dan wordt het al veel moeilijker om... Van een roman te zeggen, ja, is dit echt gebeurd? Ja, voor een deel wel. Maar zodra je datgene doet, wat een beetje cliché alleen de roman vermag, namelijk om in de hoofden van mensen, om je te verbeelden hoe het was voor zo'n jonge vrouw, 30 jaar met jonge kinderen, om zelfmoord te plegen. Want we weten het niet. We weten niet waarom Joost Wageman zelfmoord heeft gepleegd. We weten niet waarom Wim Brandt zelfmoord heeft gepleegd. Het gebeurde allemaal vlak nadat ik dat boek had uitgebracht. We weten het niet. Op dat moment heb je aan een biografie niet, want die weet het ook niet. Maar wel aan de fictie. De fictie kan, een goede fictieschrijver kan met de verbeelding... proberen om zo dicht mogelijk bij bij zo'n afschuwelijk moment te komen. En dan heb je het over de gevoelens, hè, van de hoofdpersoon en hun gedachten, die je dan voor een deel met fictie invult, om daar bij die waarheid te komen, bij die echtheid te komen. Ja. Maar hoe zit het met gewoon de feitelijke dingen die in het boek gebeuren? Heb je dan ook wel eens dat je denkt van, ja, dit komt me even niet goed uit, ik geef daar een eigen draai aan? Of volg je dan toch echt de feitelijke... gang van zaken, want je hebt ook vreselijk veel biografieën en andere bronnen geraadpleegd voor het schrijven van je boek. Zeker. Nou ja, ik heb mezelf natuurlijk wel aan de feiten gehouden. Zoveel mogelijk, zodra feiten ter sprake kwamen, heb ik me daaraan gehouden. Maar jij zegt het, daarin geef ik een stem aan Ted Hughes. Ted Hughes heeft namelijk tot 8 maanden voordat hij stierf gezwegen. Is nooit ingegaan op die valse portretten natuurlijk in biografieën. Is nooit ingegaan in interviews op zijn vrouw. Is nooit ingegaan op vragen waarom pleegde ze zelfmoord. Heeft zo goed mogelijk geprobeerd om zijn kinderen op te voeden en in zijn eentje. En is uiteindelijk getrouwd met een boerenmeisje en is heel veel gaan vissen. En heeft hele prachtige gedichten geschreven. En is uiteindelijk de Poet Laureate, verkozen Poet Laureate in Engeland.
Maar wat hij nooit heeft gedaan, en dat zie je ook aan zijn poëzie, hele mooie poëzie, een sterke, zogenaamde natuurdichter was het, dus iemand die de natuur gebruikt als metafoor voor hele grote gevoelens. Maar je ziet dat zijn gedichten steeds persoonlijker worden. En 8 maanden voor zijn dood, hij stierf uiteindelijk aan de complicaties van darmkanker, 8 maanden voor zijn dood, verschijnt er opeens van deze man die altijd gezwegen heeft, birthday letters. Dat waren 88 gedichten, ze zijn in Nederland vertaald als verjaarsdagsbrieven. Een adequate vertaling. 88, heel mooi vertaald. Door wie ben ik, wat erg dat ik dat nu niet weet. Wilma, weet jij dat? Wat doe ik nu? Iemand? Oh, wat erg. Al die arme ja, wie? Oké, zoek het op. Ja, de vertaler van de birthday letters van Ted Hughes. Die 88 gedichten, daarin zegt hij eindelijk hoe hij het huwelijk met deze vrouw, waar hij zo verliefd op was, hoe hij, hoe ze de eerste maanden doorbrachten, hoe ze allemaal bij elkaar wilden zijn, hoe ze elkaar hielpen om poëzie te schrijven, hoe ze elkaar groter probeerden te maken, sterker. Hoe zij eigenlijk ervoor zorgde dat hij die veel te Yorkshire-achtige, stugge man was, die een beetje neerkeek op publiciteit. En zij stuurde al die gedichten naar tijdschriften, hoe zij hem eigenlijk hielp om die buitenwereld te vinden en hoe hij haar hielp, eigenlijk om een eigen stem te vinden. Want de allereerste gedichten van Sylvia Plath zijn nogal gekunsteld, zijn gezocht. Zijn eigenlijk al vrij goed, maar tamelijk gezocht, gekunsteld, een beetje onecht. Ja. Zeg je dan nou mee dat toen je die gedichten las van hem, dat jouw beeld toen kantelde en dat je toen dacht van, hey, ik moet hem een stem geven in dat boek? Nou, hij had zelf de stem gepakt met het enige medium dat voor een dichter het meest voor de hand ligt en ook het allerbeste is, namelijk via de poëzie. Maar toen dacht ik, maar dit is een roman, dacht ik. Ja, ja. Dus een biograaf zou misschien denken van, nou, misschien heeft hij het wel mooier gemaakt dan het is in die gedichten. Die zou dat misschien heel kritisch, zoals we net in het gesprek met Hans Renders hoorden, dat hij eerst 10 keer doorvraagt voordat hij het aanneemt. Ja, dat kan. Zo ben ik niet. Hè. Ik ben, omdat ik dat ook niet geloof. Ik geloof niet in dat soort waarheid. Nee. Ik geloof niet dat, voor mij mag je het ook mooier maken. Voor mij mag jij ook alles mooier maken en liegen en bedriegen, zodra je het publiek domein betreedt. Wat elke schrijver doet. Of op televisie komt. Ik heb juist het beste aan mensen die de waarheid vertellen op de televisie. Dat is echt zo verschrikkelijk om aan te zien en vooral om aan te horen. Dus maak het mooier, maak het fraaier. Maar dat bij poëzie kun je niet eens met die vraag aankomen. Het zijn zulke waanzinnig mooie gedichten. Ja, ja. Dat het echte zoekt zich een weg via de schoonheid van de literatuur. Een mooi boek dat mensen raakt, is ook een echt boek. Ja. Als je als schrijver liegt, als je zit te draaien, als je eigenlijk over iets schrijft waar je geen verstand van hebt, als je een beetje zit te sollen met lezers, dan is een boek gewoon slecht. Ja, ja. Dus het echte is eigenlijk een medium voor de schoonheid van een boek. Ja. En de keuze die je gemaakt hebt, hè? Ik las dat in Vrij Nederland, Jeroen Vullings noemde het de antibiografie. Hè? Dat je dat al die biografen met die Ted Hughes aan de haal waren gehaald en dat jij hem zijn eigen stem hebt gegeven. Ja. Kun je daar iets bij voorstellen bij zo'n kwalificatie? Of, als het complimenteus is, altijd. Ja, dat laat ik aan jou. Of je dat als een compliment opvalt. Maar. We hebben het hier vanavond over biografie. Ben ik het er altijd mee eens. Als maar je antibiograaf wordt genoemd, ik weet niet of het een compliment is, maar. Nou, de anti, kijk, wat zegt dat nou? Hè? Het was geen biografie. Het was namelijk, ik heb een theatervorm. Ik ben namelijk altijd bezig om, wat kan ik nog onderzoeken als romanschrijver aan de roman? Ben alles is al gedaan. Dan probeer je een aantal dingen. Ik ben altijd bezig met het genre van de biografie. Speelt een grote rol op een filosofisch niveau. Wat betekent het dat jij zomaar de pen pakt en schrijft of praat over een ander en dat al, dat is al gevaarlijk genoeg. Dan ben ik ook altijd bezig met het onderzoeken van een genre.
dat is de biografie natuurlijk aan top. Maar ook het genre van bijvoorbeeld ik, of van een klassiek personage. Bijvoorbeeld De Wetten is eigenlijk een heel Faustiaans boek. He, dat gaat er eigenlijk over dat een vrouw in 7 jaar 7 keer asiel verkoopt voor een verhaal. Geef me het verhaal over mezelf. Vertel me het verhaal wat jij met jouw wetenschap hebt over mezelf. En dat begint dan met de pseudowetenschap, de astrologie. Het geld doet nog steeds op geld, dus je kan nog steeds een bar binnenlopen hier in Amsterdam en waar dan ook in Nederland of op de wereld. En er komt iemand naast je staan en die zegt tegen jou, typische boogschutter. En dan zeg jij, ja, hoe weet je dat? En dan krijg je een verhaal van over jezelf als boogschutter. En dat is zo ontzettend fijn om aan te horen. En dat klopt altijd een beetje. Dat je, joh, het is toch wel ja, filosofisch steek. Ja, ik ben filosoof. En veel roem bereikt. Ja, ook. En je hebt ook wel een hele gevaarlijke kant, zegt hij. Heb je soms ascendant schorpioen? Ja, zeg ik dan. Onvoorstelbaar. Dus ik krijg via de astroloog, die geeft mij een verhaal over mezelf als boogschutter. Ja. Topverhaal. Ja. Dus het tweede hoofdstuk van De Wetten gaat over, komt een epilepticus, dat is eigenlijk de 13e, 14e eeuwse manier van hoe lezen wij een ander, hoe duiden wij een ander. Dat ging toen heel vaak via de humorenleer. Je was cholerisch als je te veel gele gal aanmaakte. Je was melancholisch als je te veel zwarte gal aanmaakte. De humorleer. En dat doe ik dan via de epilepticus. Dus dat is eigenlijk de frase, zeg me welke ziekte je hebt en ik zeg je wie je bent. Ja. De epilepticus. Ja. En zo gaat het 7 hoofdstukken door. Totdat ik natuurlijk beland bij de meest moderne manier van vertel me wie ik ben, dat is de psychiatrie. Dus het eindigt ook, De Wetten eindigt bij de psychiater. Maar daar maak ik een kanteling, daar laat ik de vrouw zelf, Marie de Niet, het hoofdpersonage, voor het eerst zelf een verhaal vertellen om zichzelf te definiëren. Want je definieert jezelf ook altijd met de verhalen die je aan anderen over jezelf vertelt. Ja, dus dat is ook eigenlijk wat je in het schrijven doet, dat je jezelf leert kennen door de interactie met anderen te verkennen. Ja, ik ben niet zo uit om mezelf te leren kennen, maar ik heb wel altijd gezegd, je kent jezelf via de ander, ja. Dat via het schrijven. Ja, schrijven is ook altijd zelfonderzoek, ja. Ja. En ook altijd een zelfonderzoek eigenlijk waar je voelt dat je een put in moet. De drek in moet. En je gaat niet een verhaal over jezelf vertellen van waar je heel goed in bent of waar je in slaagt. Het is, je gaat het verhaal opzoeken waar het wringt, waar het zwart is, waar je voor in een afgrond moet. Dat, ja. Waar je eigenlijk bang voor bent en waar je voor schaamt. Dat is ook een hele sterke drijfveer voor een goede schrijver. Ik heb het wel voortdurend over goede schrijvers, hè. Ja. Ik bedoel, als ik het over mezelf heb. Het wordt ook heel persoonlijk, hè, in veel van je boeken. Bijvoorbeeld de boeken over Ischa Meijer en over Hans van Mierlo. Dat lijkt me ook nog wel wat drempels geven. Het zijn bestaande mensen die overleden zijn, maar wel mensen hebben nagelaten ook. Ik voel me af, is dat dan een complicatie voor je? Dat je dus schrijft over iemand terwijl je in je achterhoofd ook hebt van ja, dit wordt straks gelezen door mensen die hem gekend hebben. Het waren publieke figuren allebei ook nog eens een keer. Ja, dat is niet zo'n complicatie, maar het maakt wel, het weegt wel zwaar, ja. Het weegt wel zwaar. Kijk, en dan zoek ik als schrijver manieren om ermee om te gaan. En dat doe ik dan door mezelf literaire grenzen te stellen. Dus de IM is, dat heb ik ook een roman genoemd, dat kan ik natuurlijk verantwoorden als schrijver. Dat is een roman, die speelt dus eigenlijk een road novel. Is gebaseerd op de structuur van de road novels, waar twee mensen een reis maken. Ja. En dus IM speelt, het eerste IM speelt nagenoeg helemaal in Amerika, reizend. En de
En het gaat ook helemaal over schrijvers. Het is ook een schrijvershuwelijk. Dus het draait allemaal om teksten van de een over de ander, van de een van de ander. Teksten van liedjes die gehoord worden, teksten van liedjes die geïnterpreteerd worden. Dus daarmee heet dat boek ook, het heeft drie titels, in margine. Het IM is geschreven in de marge van allemaal teksten. Alleen maar teksten. Gedichtjes van Israël over mij, gedichtjes, columns die hij schrijft. Ik die bezig ben met een boek over de vriendschap, over vriendschap, over verslaving, waar de vriendschap ook over gaat. Dus de... Dat is interessant, hè? Je zegt van als het je schrijft over een schrijver, Israël Meijer, dus je betrekt daar ook de dingen in die hij schrijft. Ik vraag me dan af, als je over een schrijver een biografie, of in jouw geval een roman schrijft, is dat dan makkelijker, omdat je meer bronnen hebt? Je kunt ook zijn werk erbij betrekken. Of maakt het dat juist moeilijker, omdat hij in zijn werk ook misschien ook fictionaliseert en dingen anders voordoet? En maakt het juist moeilijker om iemand te leren kennen, om een schrijver te leren kennen? Nou, om een schrijver te leren kennen, er zijn natuurlijk twee schrijvers. De schrijver met wie je leeft, de man met wie je leeft. IM is een liefdesverhaal. Ja. Dus het gaat niet zozeer om de schrijver als wel om de liefde tussen die twee personen. En tegelijkertijd zijn er twee personen die altijd met woorden en met teksten bezig zijn. En ook met biografieën. IM komt heel veel biografieën in voor. Onder meer van Kitty Kelly, de al genoemde, die als een soort stoephoer op de Ruizalkade gaat zitten. Die Israël interviewt haar. En het is een Israël neemt haar mee naar de Hoerenstraat, de Ruizalkade, en zet haar zo achter het raam. En ze doet dat voortreffelijk natuurlijk. Ja, ja. En Israël ook wel eigenlijk een beetje zeggen van het geeft alleen maar een soort extra. Het is niet dat je het lastig vindt dat iemand geschreven heeft en dat je dat er ook nog bij moet betrekken en kijken hoe ver dat dan weer waar is. Ja, dat heb ik in IM niet gedaan. Dat zou kunnen. Dat zou een hele mooie roman kunnen opleveren. Dat heb ik natuurlijk wel met Jij zegt het gedaan. Die 88 gedichten van Ted Hughes vormen de structuur van mijn roman. Ja. Ik ga van gedicht naar gedicht. Dus ik probeer alleen maar te begrijpen wat hij nog kon begrijpen van zijn vrouw die zelfmoord heeft gepleegd. Ja. En van de liefde die ze hebben gehad en waarom het kapot ging. Ja. Dus ik kon niet meer begrijpen dan hij, maar ik kon wel meer begrijpen van hemzelf soms dan hij. Ja. Want ik heb het beschreven, jij zegt het, als eigenlijk een tocht of een kweesten, een zoektocht naar een man die de moed probeert te vinden om ik te zeggen. Het mooiste en het moeilijkste woord in de literatuur. Ja. En eigenlijk is die hele, jij zegt het, een zoektocht en een weg naar die Ted Hughes zich baant naar dat bevrijdende ik. Ja. In de vorige twee gesprekken ging het erover van, nou, dan is je boek klaar. En dan kan het maar zo zijn dat er weer iets opduikt. Hè? Ik las dat je bijvoorbeeld een recensie hebt geschreven of een beschouwing hebt geschreven over een vuistdikke biografie die na jouw boek over Sylvia... Ja, die kwam daarna, ja. Had je dan ook wel, als je dat dan leest, dat je denkt, hey, hier zit een element in. Als ik dat had geweten, had ik dat in mijn roman ook een plek gegeven. Nee, maar het was wel zenuwslopend, want er kwam ook een documentaire uit over Ted Hughes en een hele dikke biografie van Jonathan Bates. Dus ik kneep het hem wel. Ik denk, stel je voor dat ik mijn hoofdpersoon, waar ik zo van hou, dat ik die verkeerd begrepen heb. En die documentaire heeft de titel Who's Stronger Than Death? Me, evidently. Dat is een zin uit een gedichtencyclus van Ted Hughes, die heet Craw, kraai. En daarin maakt hij de kraai, die kraai zegeviert over de dood. Who is stronger than death? En ik was zo zenuwachtig, er kwam materiaal in die documentaire, wat ik allemaal had verbeeld. Ja.
En het, maar ik kan echt met een gerust hart zeggen, want ik moest ondersteund worden. Allemaal mensen die met me meekeken, wat geval ik flauw viel. En of ging huilen, of zeg maar, oh mijn god, dat gebeurde niet. Het was allemaal waar wat ik had gedacht. Ja. Maar dan ligt er nog iets op je te wachten, begreep ik uit het nawoord van je boek, dat er in volgend jaar een kistje open gaat. Nee, dat is het punt. Die kist is al geopend. Ja, dan moeten we misschien even vertellen voor de mensen die het niet weten, maar er was een kistje. Ja, dat was een heel spannend iets dat Ted Hughes heeft op een gegeven moment al zijn materiaal, zijn aantekenboeken en de dagboeken, een paar dagboeken van Sylvia Plath die hij nog bewaard had en in een kist gestopt en gezegd, die mag pas in 2024 geopend worden. Maar ze hebben die al geopend, hebben ze mij verteld. En er zit niks in. Wat. Dat valt dan alweer mee, dat ja. valt heel erg tegen ook wel. Want ik had natuurlijk toch wel gefantaseerd, want Ted Hughes is heel erg kwalijk genomen dat hij een van de dagboeken van Sylvia Plath heeft verscheurd of verbrand of omdat hij zei, ik wil niet dat mijn kinderen dit ooit lezen. Ja, ja. Nog even terug als het mag naar waar we net al even over hadden, IM. En het andere boek wat je geschreven hebt over Hans van Mierlo. Er zijn inmiddels van beide heren ook biografieën verschenen. En over Schermeijer is er nog eentje in voorbereiding. Ja. Hoe lees jij dat soort boeken? Niet. Niet? Nee. Nee? Nee. Als je met iemand geleefd hebt, dan ben je echt niet zo geïnteresseerd in. Maar ga je dan maar serieus mij vertellen dat je bijvoorbeeld de biografie van Hans van Mierlo van Hubert Smeets niet gelezen hebt? Nee, alleen het hoofdstuk dat over mij gaat. Oh, echt? Ja. Maar wat weerhoud je daarvan? Dan ben je ook niet een beetje nieuwsgierig? Nee. Niet? Nee, en dat heeft ermee te maken. Mensen denken altijd dat je, als je met een beroemd iemand trouwt, dat je van hem houdt zoals anderen ook van hem houden, maar dat is het tegendeel, is waar. Je houdt niet van iemand om wat hem beroemd heeft gemaakt. Je houdt om hem waarin hij in faalt, wat hij niet kan, waar hij in klungelt, waar hij bang voor is. Je houdt niet om hem waar iedereen, zou je op dezelfde manier van hem houden als de eerste de beste fan. Ja. En dan heb je geen liefde en dat gold voor Ischa ook. Dus nee, ik ben echt totaal niet geïnteresseerd. Ja, dan kan ik mijn volgende vraag doorstrepen, want die zou zijn van hoe leren we nou Ischa of Hans beter kennen door jouw boeken of door die biografieën? Ja, dat heb je zelf al eigenlijk beantwoord. Ik weet dat ik altijd mijn graf graaf als ik hier antwoord op ga geven, dus ik doe dat gewoon niet. Okay, maar het gaat ook niet om beter kennen. Kijk, mensen, Hans, zowel Ischa als Hans, vind ik zelf, zijn zo echt, je vergist je niet. Vergist je niet. Je ziet in Ischa, zie je een Dorak. Maar je ziet ook een heel sensitief iemand. En een heel getalenteerd iemand. En een verschrikkelijk intelligent iemand. Ja. Dat is echt. Hans was hetzelfde. Je ziet een heer. Je ziet een verlegen man. Je ziet een man die heel intelligent is op een bepaald gebied. Een man die zich echt voortdurend een beetje schaamt. Dat is echt. Dus dat zie je. Je hoeft niet. Ja, dan kun je weten dat. Dan kun je nog gaan lezen dat hij op kostschool heeft gezeten. Zo denk je. Ja. Je hebt me overtuigd, Corny. Okay, misschien nog een laatste vraag. Over wie zou jij nog graag een biografie of misschien wel een roman lezen? Over wie dat nog niet verschenen is of nog niet goed genoeg? Oh, ja. Nou, wel over een aantal mensen. Het is natuurlijk wel fijn als ik nu op een Nederlander kom. Zo. Het duurt wel veel te lang. Ik ben een groot fan van Marguerite de Ras, dus ik kom nu toch niet op een Nederlander. Ik vind dat daar nog niet echt een biografie van verschenen is die. Hmm. De biografie die verschenen is een beetje gemeen. Is een vrouw die probeert Marguerite de Ras onderuit te halen. Ik hoor je weer een roman aankomen. Volgens mij ga je dan weer de stem van. Dat is eigenlijk wel best wel een goed idee. Ja. We bedenken het ook lekker. Maar over een Nederlander, ja. Marguerite de Ras, ja. Ja. Sorry, wie? Nee, niet. Het ging toch over Marguerite de Ras. Oh, het ging nog over de vorige, ja.
Nou, over Joost Zwageman ben ik toch wel, als er een goede biecht, die komt eraan. Ja, hè? Die is een. Dus daar ben ik toch wel benieuwd naar. Ja. Omdat het zo'n moeilijk leven uiteindelijk was. Van zo'n man die voortdurend verbergt eigenlijk hoe groot zijn lijden ook is. Ja, ja. Altijd de vrolijke jongens, altijd de enthousiaste man, altijd geïnteresseerd. Kijk, Boudewijn Buug vond ik ook een fantastisch onderwerp voor een biograaf. Dat, ja, hè, zo'n hebt het over feit en leugen, en leugen en licht. Theo van Gogh ben ik ook wel benieuwd naar. Ja. Vooral om ook in voorbereiding, dus je gaat een goede tijd tegemoet. Ik ga een goede tijd tegemoet. Ja. Ja. Omdat er zo echt evident iets boosaardigs zit in Theo van Gogh. Ik wil gewoon dat iemand dat ontdekt, wat dat is. Ja. En een boosaardig, dat is ook interessant, boosaardig mensen. Dus ik heb wel, ik zit goed. Okay. Maar bedankt voor de tip. Nou, dankjewel. En bedankt voor dit gesprek. Ja, jij ook bedankt. Dat was me genoegen. Dank je. Charlie. Is die aan nog? Ja. Ja, mag ik nog even zeggen dat dit mijn jongste broer is, Erik. En dat ik hem feliciteer. Want hij heeft na 10 jaar eigenlijk helemaal in zijn eentje, met behulp van heel veel lieve mensen die voor hem schreven, een biografieportaal op poten gezet. En heeft er ongelooflijk hard aan gewerkt. Het is alleen maar mooi geworden. Hij deed alles zelf, ontwerpen en vond mensen die hem gingen helpen met schrijven. Maar we vieren eigenlijk ook een beetje het 10-jarig bestaan van Biografieportaal. En dat hij daar nu veel meer ook mee gaat doen. Dus jongste broer, gefeliciteerd. Dank je. Nee, ik hoef eigenlijk niks meer te zeggen. Ja, dank je wel, Connie. Charlie, kun je na 10 jaar heeft Biografieportaal een nieuwe jas gekregen. De oude raakte een beetje sleets. Dit is het nieuwe portaal, dames en heren. En we zijn nu een echte boekensite geworden. Dat is niet de enige grote verandering. Rob van den Berg en Ruud Bakker hebben onze gelederen versterkt. Niet alleen met een financiële injectie voor het portaal, maar ook met een enorme ervaring in de wereld van de digitale uitgeverij. En ze hebben deze avond mogelijk gemaakt en zullen er Deo van Lente nog vele mogelijk maken. En ik ben ontzettend blij met hun komst. Dank aan onze gasten, Connie Palme, Aleid Truijens, Hans Renders. Dank dat we deze avond met jullie konden vieren. Duizendmaal dank aan mijn redactie en de mensen van het eerste uur. Ik ben zo blij dat Erna van Koeven en David er is, waarmee ik 10 jaar geleden begonnen ben. Dank aan Peter Teunissen en Joep Boerboom. Dank aan Marianne Jansen, Frans Jansen, Niek Wind, Wim Huizer, Norma Montulet, Jacques Rutte, Laura Molenaar, Sjoerd Karsten, Arthur van Dijk, Ernst Bruinsma, Anneke van... Dit wordt echt een heel lange avond, dames en heren. Anneke van Ammerooi, dominee Ike van der Groot en Jan Postma, weer jullie prachtige artikelen. Nou, dames en heren, dit is het nieuwe portaal. We zijn een echte boekensite geworden met recensies van Nederlandse en Engelstalige biografieën, achtergrondverhalen, podcast en een etalage waarin de sponsorende uitgeverijen van Biografieportaal hun biografieën kunnen presenteren. Onze dank is groot, Prometheus en Boom Uitgeverij. Een site die de bezoeker uitnodigt te grasduinen in de wereld van de biografie, met een rubrieksgerichte menu en een onderwerpenmenu met tags die je heel specifiek naar onze rijke content leiden, de Nederlandse literatuur bijvoorbeeld. Het belopen niet synchroon, dat merkt u al. Maar je kunt altijd ook nog zoeken op je eigen zoekterm. En dan moet ik echt even... Ja, nou...
Nou ja, staat boven staat een verrekijkertje. Als je daar Connie Palm in vult, dan ziet je straks wat daar tevoorschijn zou komen. Ik zou zeggen, breng ons virtueel nog eens een bezoek. En voor uw fysieke aanwezigheid vanavond dank u hartelijk. Voor u doen we het, voor straks wel thuis. Dank u wel, dames en heren.